Hallo kiddoekie allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is echt jaren geleden dat ik voor het laatst een kerstcollectie van Catrice een keer getest en gereviewd heb in een video. Er waren echt tijden dat ik echt iedere kerstcollectie kocht. Die van Essence, die van Catrice, die van NYX, die van MAC, die van de hele Micmac. Maar dat was heel lang geleden en als het goed is kon je een shoplog zien van Boozy Shop waarin ik aankondigde dat ik deze kerstcollectie wilde gaan reviewen. Het wordt weer veel te licht. En ik zou zeggen, laten we dan ook maar gauw gaan beginnen. Ik kocht 3 producten, die heb je in de shoplog kunnen zien. Ik kocht het oogschaduwpaletten. Alle prijzen van de producten staan onderin. Maar deze weet ik toevallig uit mijn hoofd. Die was €12,95. En hij heet Sparks of Joy. Dat is de kerst limited edition eyeshadow paletten C01 Sparkle and Shine. En deze kleuren zitten erin. Ook wel een leuke mengeling van koele en warme kleuren. Daardoor, en wanneer we naar de swatches kijken, zien we dat de swatches echt heel erg goed zijn. Het pigment is echt ontzettend goed. De matte kleuren zijn iets wat korrelig. Maar ja, weet je, dat hebben meer merken. Wat ik heel erg tegen vond vallen, is deze kleur. Daar moest ik echt een aantal keer overheen. En kwam heel veel glitters af. Waardoor het niet zo goed uit de verf kwam. Maar ik denk dat die misschien wel mooi kan zijn. Niet op het ooglid, maar als highlight of in de wenkbrauw, op het wenkbrauwbot of in de binnenste ooghoek. Die ga ik heel graag met je testen. En dan heb ik nog 2 andere producten. De verpakkingen zijn alleen al heel erg schattig. Je kan ze dus ook in de kerstboom hangen, want er zitten gaatjes in. Het is een blushstick van Catrice uiteraard, want het is de kerstcollectie van Catrice. Sparks of Joy, dat is de limited edition. En dit is All I Want for Christmas is Pink C02. En ze hadden ook een oranje koraalachtige, maar ik denk ja, deze is cool. En dan kan ik wat een coolere look maken met het oogschaduwpaletje. En dan hebben we nog een lipstick. De verpakking is alleen al leuk, moet zeggen. Daar viel ik ook echt wel op hoor. En dit is de kleur C02 Ruby Kisses for Santa. En ze hebben waarschijnlijk ook nog een C01. Maar die hadden ze niet op Boozy Shop. Zo ziet die eruit. Mooi goud is niet lelijk. Even het stickertje eraf halen. Nou, zonder mijn nagellak te verpesten is niet gelukt, want hij is aan alle kanten afgebladderd. En het plaatje van de sticker is ook nog zichtbaar. En ik denk, weet je, als het in zo'n verpakking zit, dan kun je er toch van uitgaan dat mensen het niet al gebruikt hebben. Maar de kleur is paarsig, bruin-paarsig. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het een rode kleur zou zijn. Maar stiekem ben ik misschien hier nog wel meer blij mee dan wanneer het een rode kleur zou zijn. En we gaan beginnen met het oogschaduwpaletje. En ik zit echt sterk te denken, welke kleur ga ik mee beginnen? Ik begin sowieso even met een oogschaduwbasis. En die ga ik even zetten met die huidskleurige kleur. Wat ik eigenlijk altijd doe met iedere oogschaduwlook. En die is heel poederig, maar dat was die op de swatch ook al. Ik hoef er echt maar een heel klein beetje in te dippen of hij poedert al alle kanten op. Can you see it? Weet ik niet of je dat ziet. En wat ga ik dan doen? Want eigenlijk heb ik ook wel heel veel zin om met die groene kleuren te experimenteren. En ik denk dat ik dat ook maar gewoon ga doen. Deze kleur in de crease en de als overgangskleur aanbrengen. En dan die in de diepere crease. En dan ga ik een van die groene kleuren op mijn ooglid doen. Het staat niet helemaal bij de entourage met mijn blauwe nagellak. Maar straks moet die nagellak er toch af. En dan gaan we in die nierrode kleur is het. Ik weet niet of dat zo. Die is heel poederig en heel gepigmenteerd. Maar ja, dat is beter dan dat er geen pigment vanaf komt. En dan is ook de vraag, blendt het dadelijk makkelijk? Maar kijk even jongens, dit doet het super goed. Omdat hij zo gepigmenteerd is, is het denk ik wel wat lastiger voor beginners met make-up. Omdat het vergt wel even wat skills, zou ik maar zeggen, om hem te blenden. Maar ik ga nog eventjes verder met blenden, want ik denk dat ik hem nog wel iets mooier kan krijgen dan dit. Maar het pigment is echt heel erg goed. Ik zit me trouwens ook af te vragen, vind ik dit echt kerstkleuren? Ik denk van niet. Kerst is toch wat meer glitter en glamour en niet echt deze kleuren. Maar ja, weet je, ik vind het wel gewoon leuk. De combinatie is toch wel leuk. Het is wel niet echt een
kleuren die echt heel goed bij elkaar passen. Maar dat maakt juist het palet ook wel leuker. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. En dan gaan we voor die donkergroene. Ik ben echt heel, die is ook heel gepigmenteerd. Ik ben zo benieuwd hoe deze gaan blenden samen. Oeh, kijk dan dat pigment op mijn kwast alleen al. Het is even net wat lastiger te blenden in die bruine kleur. Denk ik, zoom je er toch maar een beetje in. Maar wel te doen. Alleen je moet er net even iets harder voor werken. Maar ja, dikke prima. Ik bedoel, dat maakt me dan ook weer niet zoveel uit. Maar het resultaat is echt heel erg mooi. Dit is ook lang geleden dat ik echt van Catrice een palet heb gehad waarvan ik dacht, oh, deze is echt heel goed. Maar deze die komt echt, dat is echt heel erg goed. En dan ga ik eigenlijk iets gevaarlijks doen. Want eigenlijk wil ik het liefst die witte kleur laten overlopen in die. Maar ik had gezien dat die witte kleur toch een beetje gek uitpakt op de huid. Gewoon heel erg glitterig. Dus misschien moet ik dat gewoon vermijden en gewoon die als, hè, op het, als highlighter op het wenkbrauwbod gebruiken. En deze op het gehele ooglid. Wat eigenlijk misschien ook wel mooi is, is juist deze, die groene kleur aan de buitenkant en aan de binnenkant. En in het midden die kleur of die kleur echt als accent. Nee, ik ben gewoon super benieuwd naar wat deze op het ooglid gaat doen. Juist omdat hij op de swatch een beetje raar overkwam. Ik doe dat lekker met mijn vingers en dan zul je zien dat het een beetje, oh, dit is wat warmer goud. Maar misschien pakt het wel heel erg mooi uit. Oh, kijk. Ik had verwacht heel veel fallout. Maar dat valt echt heel erg mee. Kijk, het is niet de meest diepe gepigmenteerde kleur. Ik denk dat die ook heel erg mooi is als je er een vloeibare basis onder hebt. Of een beetje een licht goud potloodje of zo. En ik denk dat die misschien ook nog wel heel erg mooi is als gezichtshighlighter of zo. Ik vraag me af in hoeverre het staat bij de rest van de look. Maar ja, dat is dan nou helemaal zo. En die kleur ga ik op de rest van mijn ooglid aanbrengen. En deze vond ik op de swatch heel erg mooi. En hij doet een beetje die eerste kleur wat teniet. Maar ook echt gewoon een super mooi pigment. Dit is gewoon eigenlijk ook duochroom gewoon. En ik ben bang dat de blush, die koelere blush, er een beetje bij gaat vloeken. Maar dit is echt een, tot nu toe echt een heel goed oogschaduwpaletje. Het geeft wel wat fallout, maar dat doen meerdere oogschaduws. Zo, ik heb een eyeliner en een mascara aangebracht. En dit oogschaduwpalet, ik dacht, boom, ben er echt heel erg tevreden over. Ik wil nog, en een foundation trouwens, en een concealer. En ik ben echt fucking sorry voor het woord verliefd op de Tarte Shape Tape. Ik zou willen dat ik hem niet zo fijn vond, want ik ben bang dat ik hem nou wil hebben. Ja, maar goed, helaas. Ik wil nog wel even deze proberen, want wat ik al zei, op het ooglid is het, ja, misschien is het mooi als topper. Dat je hem zeg maar over die over het ooglid heen doet. Misschien is hij daar ook voor bedoeld. Maar die groene kleur is echt super mooi duochroom. Ik weet niet of je het, misschien zelfs wel multichroom. Ik weet niet of je het op camera echt ziet zoals het is. Maar ik wil deze nog wel even op het wenkbrauwbod proberen. Dat zit toch eigenlijk net wat te glitterig voor. Ik zie alleen maar glitters. Ik zie niet echt glans. Maar goed, shit happens. Ik denk dat het wel kan zijn dat die mooi is als topper. Gaan we over. Ik heb trouwens deze Chanel Le Volume proefmonstertje van. Heb ik als mascara gebruikt. En natuurlijk mijn, waar is die? Joehoe. Mijn eyeliner van NYX. Waar je niet meer wel ziet dat die van NYX is. Maar die zijn heel erg top. Hoewel die van Chanel koop ik niet opnieuw als die op is hoor. Ik vind die van Essence net zo prima. En dat scheelt €30. Gaan we over op de blush. Het gaat niet heel mooi staan, denk ik, met mijn toch wel iets warmere look. Maar we gaan het wel proberen. Dan hoop ik dat dit niet zo'n stom stickertje heeft.
Yes, het heeft geen stickertje. Oeh, die is heel knallend roze. Ah, het gaat niet mooi zijn. Maar goed. Ja, los misschien wel. Maar hij is niet heel gepigmenteerd. Dit gaat echt vloeken, denk ik. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. In het paletje van Catrice zit ook een spiegeltje. Wat ik ook fijn vind. Wilt u niet zo'n herrie maken daar? Dank u hartelijk. Ik kan niet zeggen dat ik het nou zo makkelijk vind om te blenden. En nou is hij gewoon weg. Het is of een streep of hij is weg. Nou ja, nou komt er iets tevoorschijn. Nou, je moet er best wel even voor werken. Maar als je er dan voor gewerkt hebt, dan is het eigenlijk best wel oké. Dan heb ik misschien net wat te veel aangebracht. We shall see. Maar trouwens, vergeet te vertellen welke foundation ik op heb. Een foundation van Primark. Deze is zo fijn. Dit is echt een dupe van die van Estee Lauder. De Double Coverage Matte Foundation. En de Pretty Natural Hydrating Foundation van Essence. Samen zijn ze echt heel erg fijn. Heel erg mooi ook. Ik probeer ondertussen te letten op wat ik aan het vertellen ben. Maar ik ben afgeleid door mijn blush stick. Waar het ook natuurlijk de review over gaat. Ja, is eigenlijk wel mooi. Wat ik al zei, je moet er even voor werken. En ik begin de laatste tijd ook echt steeds meer into de cream blushes te worden. Maar ik denk dat dit mooier gaat staan als je ook een soortgelijke ooglook erbij hebt. Dat het dan gewoon net even wat beter matcht. Maar als je het zeg maar zo doet, dan zie ik zelf niet hoe het staat, hè. Maar goed, we gaan een poeder aanbrengen. Zo, ik heb even afgepoederd. De kleur is nog steeds zichtbaar. Soms heb je ook van die blushes dat ze dan afgepoederd is dat je het dan niet meer ziet. Ja. First impressions. Ik kan er nog niet al te veel van zeggen. Wat ik wel fijn vind is dat het... dat ik denk dat het goed is dat hij niet zo gepigmenteerd is. Omdat hij zich wat lastiger laat blenden. Denk ik dat als hij heel gepigmenteerd was, dat je dan echt een streep zou hebben. En dat is nou dus niet het geval. Ik heb trouwens ook met een poeder van Catrice afgepoederd. En even mijn wenkbrauwen ook gedaan. En dat product is ook van Catrice. Waar heb ik hem? Ja... Eigenlijk puur toeval, maar ja, Catrice is gewoon een prima budgetmerk. Gaan we over op de lipstick. En hier ben ik zo benieuwd naar. Ik wil even wat meer licht in de duisternis. Je ziet heel erg die sticker die er overheen heeft gezeten. En dat vind ik heel erg jammer. Maar ja, helaas. En ik had dus een rode kleur van, maar het is een beetje een paarsachtige kleur. Ook wel zit al bruin in ook. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Hij was set in, las ik op de verpakking. En we gaan hem eerst even op de hand swatchen. Ik heb er ook foto's van gemaakt op Instagram. Oh ja, mooi. Ja, yeah, I like it. We gaan hem gauw op de lippen proberen. Ik ben heel benieuwd. Hij brengt het in ieder geval fijn aan. Wel ietsje stroef. Maar ik vind het nooit zo erg. Echt een mooi kleurtje. Dit zou zo maar een lipstick van MAC kunnen zijn. Weet je, zo mooi dat hij oogt. Zo gepigmenteerd dat hij is. En hoe fijn die aanbrengt. Die MAC lipsticks van MAC brengen ook een klein beetje stroef aan. De matte lipsticks in ieder geval. En daar doet hij me daarom ook echt wel aan denken. Het zou zo inderdaad een lipstick van MAC kunnen zijn. Ik ga daar zie ik nog wel even wat bronzer aanbrengen. Want ik wil net even wat meer kleur in mijn gezicht. Ja, I like it. Mooie kleur. Ga ik ook zeker gebruiken. Ik heb toch maar even mijn terracotta bronzer gebruikt om een klein beetje meer kleur aan te brengen. Wat vind ik overal van de kerstcollectie? Ik vind het een leuke kerstcollectie. Ik ben over het oogschaduwpalet echt super tevreden, maar dat had je al door. Ik ben ook echt heel erg, ik heb ook echt veel zin om te gaan experimenteren met andere kleuren die erin zitten. Of ik ook andere looks mee kan maken. Die matte kleuren echt heel erg goed. Zeker voor een budgetmerk, want
matte kleuren zijn natuurlijk lastiger te maken dan glanzende kleuren. Dat is overal gewoon zo. Maar ik heb ook zin om met die roze kleur te spelen. Met die goudachtige kleur. Oh, dat had ik trouwens ook wel kunnen laten doen. Die gouden over kunnen laten lopen in de groen. Ja, had gekund. Heb ik niet gedaan. En met die roze kleur, met die kleur. Ik heb gewoon heel veel zin om er mee te gaan spelen. En verder te gaan kijken wat voor looks ik er allemaal mee kan maken. Die blushstick, ik denk dat ik hem toch niet zo fijn vind. Ja, het ligt ook best nou wel op de huid. Mijn poriën zijn hier wat meer zichtbaar. Maar ook deze wil ik gewoon nog een keer gaan proberen en een kans geven. De lippenstift vind ik echt hartstikke leuk. Doet het hartstikke goed. Ik ben benieuwd hoe lang die op mijn lippen houdt. Dat weet ik nog niet. Maar het voelt alsof het lang gaat houden. Ik weet dat het heel gek klinkt dat je dat voelt. Maar je hebt van die lipsticks die zijn heel erg olieachtig of zo. En dan voel je van dit gaat geen lang leven leiden. Maar deze voelt alsof die lang gaat houden. En ik vind hem ook echt heel mooi. Echt een mooi kleurtje gewoon. Dit was in ieder geval mijn review van de kerstcollectie van Catrice. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik plaats van allerlei video's. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.